Toch, dan kan ik het toch niet samen zeggen. Kun je me eerst eens uitleggen hoe een 14-jarig meisje, jij, op het idee komt om naar de bibliotheek te gaan en Sartre te halen en dat te lezen? Oh, nou, dat is, je haalt me iets uit de wetten, maar dat is me inderdaad overkomen. Maar ik ben niet naar de bibliotheek gegaan. Ik heb dat boek gekregen van iemand. En ik weet niet meer precies van wie, hoor, want laatst heeft een leraar Nederlands dat geclaimd. Dus die zei, weet je wie jou dat boekje gegeven heeft? Ik zeg, nou, ik weet echt niet, maar zeker, zegt hij, ik. En toen, even later, een paar weken later, kwam ik iemand tegen bij een signeersessie in Limburg. En die zei, weet jij wie jou dat boekje gegeven heeft? Ik zeg, ik weet het niet, maar helemaal zeker, zegt hij, ik. Dus zelfs voor mezelf is de waarheid een... Niet meer te achterhalen. Niet meer te achterhalen. Maar je hebt het van één man gekregen. Ja, dat is wel een feit, ja. Nee, dat vergis ik me niet. Ja, ik heb het van een man gekregen. Maar ik bedoel, er lopen toch niet mannen op straat in Limburg en meisjes van 14 aan te houden? Zeggen, jij moet Sartre lezen. Nee, nou, ik zal dat ontlokt hebben. Tenminste, als ik... Ja, ik wou heel graag lezen. Die leraar Nederlands bijvoorbeeld, waar ik het over had. Die gaf mij ook, die nam boeken van thuis mee om mij te geven. Want die boeken in de bibliotheek van die school, dat was... Ja, ik en mijn speelman en zo, daar moest je het mee doen. En ik vond dat geen prettige boeken. Dus ik wou ook iets anders. En hij nam allemaal boeken voor me mee. Je begreep ook wat er stond? Nou, ik kon de zinnen lezen. En dat vond ik al heel wat. Het was een hele verrassing, hoor, dat lezen van dat boekje van Sartre. Dat waren een aantal verzamelde lezingen over het existentialisme. Zo heet het ook, over het existentialisme. En ik vond het juist zo wonderlijk dat het een heel leesbaar... geschrift was en dat het gewoon over mensen ging en dat het niet hoogdravend was en dat Sartre ieder stapje, hij wou je per se iets uitleggen. En hij deed dat zo duidelijk en zo doserend en zo mooi. En het was te volgen, of je nu daadwerkelijk de essentie begreep. Beleefde je daar dan ook werkelijk plezier aan als 14-jarige? Ja, ik vond het uitermate plezierig. En dat kwam ook wel omdat iemand had gezegd van dat, ja, dat snap je toch niet. En dan word ik weer een kwaad, dwars, denk ik. Dan kijk ik dwarselijk. Maar ja, het is natuurlijk altijd prettig überhaupt om iets wat je moeilijk lijkt, om dat te blijkt dat je dat toch beheerst. Ja. Die leraar Nederlands, was dat diezelfde man die jij af en toe het poetshok of een andere gangkast binnen trok om daar het hoofd op hol te brengen? Je had Marie er niet en mij helemaal door elkaar, hè? Nee, ik geloof dat we voldoende vooraf hebben geverifieerd of ik die vraag aan jou mocht stellen. Maar, nee, dat was weer een ander. Ja, je hebt nogal wat leraar op zo'n school. Maar dat was weer een ander. Hoe zat het nou eigenlijk? Bracht jij nou hem het hoofd op hol of hij jou? Nou, ik geloof niet dat zo'n verhouding was van elkaar het hoofd op hol brengen. Gewoon een vaderlijke man, een heel vaderlijke man, die zich over mij ontfermde. In de gangkast? Bijvoorbeeld in de gangkast, ja. Er kunnen heel veel pedagogisch verantwoorde dingen gebeuren, hoor, in de gangkast. Noem er eens twee. Nou nee, ik ga het niet hebben over... Kijk, ik gebruik dat beeld in de wetten, heeft het natuurlijk een hele andere functie. Dan wil ik wel aangeven dat je binnen zo'n schoolgemeenschap... Die wetten kunnen me nou even niks nee, schelen, want ik ga straks over je nieuwe boeken. Ik ga toch niet zeggen wat er in die poetskast gebeurt. Nee. Ik dook ook vaak in mijn eentje in zo'n poetskast. Ik hield van die poetskasten op scholen. Was een ontsnapping. Ik ging daar in mijn eentje zitten of ik ging er met iemand zitten... En dan zat je toch in, had je zo'n grote gebouw en daar blijkbaar hoorde je bij die gemeenschap. Maar dan had je binnen dat gebouw had je nog kleinere hokjes. Dus alles wat kleiner was dan dat grote gebouw, dat trok ik me met plezier terug. Dan hoorde ik er toch bij en ik had even rust aan mijn kop. Nee, maar wat ik probeer te achterhalen is of het misschien typisch voor jou is dat je dan in die gangkast samen ging zitten met een leraar en niet met een jongen van 14 van je eigen leeftijd. Ja, dat zou me wel typeren, ja. Dat was wel zo. Die mannen waren leuker of interessanter of boeiender dan de jongens waarmee je in de klas moet hebben gezeten. Ja, of dat werkelijk zo was, dat weet ik natuurlijk niet. Ik voelde me er in ieder geval meer toe aangetrokken. Je bent naar Amsterdam gegaan om te studeren.
En je schrijft ergens, op zeker moment was je verliteratuurd. Ja. Deelde zou zeggen verliteratuurluurd. Ja. Zou je daar de symptomen eens van kunnen beschrijven? Nou, dat je eigenlijk de symptomen van... Ja, je wordt een beetje een zombie, een beetje raar iemand. Ik studeerde werkelijk de hele dag. En ik denk dat ik, zodra ik naar buiten ging, dat ik ook alleen nog maar literatuur zag. Dus alles had met alles te maken. Ik vond ook alles literair. Ik zag niet meer de huizen als huizen, maar dat waren onmiddellijk symbolen. En cijfers waren niet gewoon getalletjes om iets aan te duiden, maar dat waren ook onmiddellijk symbolen. Dus je wordt een beetje gek. Ik leefde eigenlijk in een wereld van woorden en had dat niet eens in de gaten. Maar heb je dat, moet ik aannemen dat je dat werkelijk zo hebt, beleefd als je nu beschrijft, dat de hele wereld veranderd was in een wereld van boeken en symbolen? Nou, ik zag alleen maar overeenkomsten. Dus tussen mijn leven en de literatuur bijvoorbeeld. Of, ik zag die echte werkelijkheid niet meer. Of als... Ja, nee, ik zag die echte werkelijkheid niet meer. Ja, maar het heeft niet zo heel lang geduurd. Dat is echt op het einde van mijn studie. Ja, toen was ik er zo aan toe. En het had ook met andere dingen te maken. Want dat einde van die studie kwam natuurlijk in zicht. En ik dacht van, nou, ik kan niet eeuwig zo door. Ik kan niet eeuwig blijven studeren. Ik kon ook wel iets van zin in. Theologie had ik ook nog wel zin in gehad. En plotseling leek ook de... theoretische natuurkunde me buitengewoon aantrekkelijk. Maar ergens had ik toch nog wel zo'n idee van, nou, dat kan niet. Dat is van God los als je blijft studeren. Dus je moet er toch, je moet weer die gang maken van woorden, van ja, dat vage, maar toch heel grijpbaar gebied van woorden naar die werkelijkheid. Het is je gelukt om een einde te maken aan die staat van verliteratuurluurd zijn. Je bent zelf gaan schrijven in dit nieuwe boek, Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates. Beschrijf je hoe een schrijver, als hij zijn werk eenmaal heeft gepubliceerd, geen controle meer heeft over wat er gebeurt. Niet alleen niet over zijn werk, ja, maar ook niet meer over zijn naam. Ja. Iedereen die jou kent, ziet of gelezen heeft, kan jou bij de naam noemen en betrekken in een verhaal. Op wat voor manier dan ook. En wellicht leef je tot zelfs in de eeuwigheid voort, zonder dat je er ook maar iets aan kunt doen. Dat is niet de bedoeling. Nou. Je beschrijft het hier als een gevaar. Toch heb jij besloten om schrijver te worden. Ja. Waarom? Nou, omdat ik dat gevaar onderken en het gevaar aan wil gaan, dat risico wil lopen. Want het heeft natuurlijk twee kanten. Het is ook een... Het is zowel een gevaar, dat schrijf ik ook in Socrates, maar het is ook een manier om betekenis te krijgen. Dus het is wel zoals we heel vaak in het leven, dat iets, dat één ding heeft zowel een goede als een slechte kant. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met publiceren of een publiek persoon worden is dat ook een hand. Je krijgt betekenis, je hebt een naam, je maakt naam. En tegelijkertijd... kunnen ze maken en breken, dat is, of in ieder geval je naam besmeuren en zelfs in dermate dat de dood erop kan volgen. Maar dat moet. Maar dat moet, ja. Ja, dat is inherent aan, dus inherent aan die keuze om te publiceren. Dus net zo, dus ook inherent aan iets bijvoorbeeld als de liefde. Je kunt niet garanderen dat een ander bij je blijft. Je moet het risico lopen dat iemand je verlaat. Maar als je het risico niet loopt, dan gebeurt er natuurlijk niks. Dan ga je nooit een verhouding aan of wat dan ook. Dus blijkbaar moet je bij heel veel dingen in het leven die heel belangrijk zijn, moet je een risico op de koop nemen. Je brengt mij helemaal zelf en vrijwillig... Op je volgende vraag. Ja, op wat me eigenlijk het... Zou jij de ideale man kunnen beschrijven? Jouw ideale man? Ik bedoel, jouw versie van de ideale man? Nee, zou ik niet durven. Zijn er niet een paar elementen die er altijd moeten zijn? Ik bedoel, of die schoon is en zo, fris gewassen. Ja, minste. Ja, dat kom je op dat soort banaliteiten. Nee, zelfs nee. Dat. Ik kan me nog voorstellen dat iemand met
Een korst schurf van 10 cent. Nee, het heeft wel wat. Ik vraag het omdat nee, je. Het heeft niet te maken met karaktertrekken of met beelden of met uiterlijk of wat dan ook. Nee, ik vraag het omdat je in de wetten zo vaak geïntrigeerd betoont met wat jij meesters noemt. Mensen die je iets leren kunnen, mensen die je iets te vertellen hebben. Dus ik zou verondersteld hebben dat je dat als eerste voorwaarde zou hebben genoemd. Dat iemand jou zou moeten kunnen intrigeren door zijn kennis of door zijn denkkracht, zal ik nou maar zeggen. Ja, dat is in mijn praktijk is dat ook wel zo. Maar dan nog kan ik me voorstellen dat ik zo verrast word dat het ook niet het geval is. Ik vind het in ieder geval. Je kunt het ideaal niet gaan beschrijven, dat wil ik eigenlijk maar zeggen. In de praktijk is het, ik word inderdaad, ik hou van intelligente mensen, ja. Vind ik prettig. Maar daarom haat ik domme mensen niet, geloof ik. Tenminste, nee. soms heel eerlijk. Ik ken ze niet, ik ken geen echt domme mensen. Benoit Groel beschrijft de houden van een intellectueel en dan een soort Chippendale voor de seks ernaast. Ja. Nou, dat vind ik wel werkelijk zo'n achterlijk boek. Dat zou mij niks voor niet jou kunnen gebeuren. Nee, zo'n zeebonk die dan. Nee. Die dan wees. Nee, ik vind. Ik vind ook een onderdeel. Ik vind ook erotiserend hoe iemand in elkaar zit, hoe die denkt. Dat is. Ik zou niet zonder kunnen. Ik zou niet met zo'n zeebonk die alleen maar wat snauwt en groot. Zou ik het niet erg gezellig hebben? Ook niet tussen de lakens. Maar ja. Zeg eens eerlijk, weet jij iets lekkerders dan denken? Nou. Nee. Nee. Ik vind denk heel prettig. Dankjewel voor je komst naar het Rembrandtplein. Graag. Laatste gast tenslotte. Hij is een dichter en een Twent en een die dat wil weten. Nog niet zo lang geleden is hij terug verhuisd naar de straat waar hij geboren werd. De Javastraat in Enschede. Tussen de bedrijven door vertaalde hij ook nog Offenbachs Orpheus in de onderwereld voor Forum. Een opera die volgende week in première gaat. Redenen genoeg dus voor een gesprek met Willem Wilmink. Je bent de gast in Amsterdam. Ja. Een stad waar je als provinciekind naartoe bent getrokken om te studeren. Net als Connie Palme trouwens. Ja. Die vond het hier leuk. Vond jij het hier leuk? Ik vond het hier ook leuk. Ik was wat te vroeg weggegaan uit Enschede. Ik was er nog niet klaar voor om ineens naar die grote stad te gaan. En kwam toen terecht in Amsterdam-Oost. En het was wel erg groot. Later ben ik verhuisd naar het centrum en, laten we zeggen, de Reestraat en zo, dat was weer heel dorps. Hè? Vlak bij de Westerkerk is Amsterdam weer veel kleiner en intiemer, vond ik dan. Maar in het begin vond ik het heel moeilijk. Ja? En Amsterdam is altijd nog twee, Karel. Het is dus en het gewoon Amsterdamse mensen, waar ik het altijd mee heb kunnen vinden. Maar er is ook een bepaalde culturele en universitaire inkroud waar ik toch een beetje altijd naast heb gestaan. Dat is altijd een beetje, ja. Dat is heel jammer, daar heb ik altijd graag bij willen maar horen. Waarom? Jij wilde wel bij hen worden, maar ze wilden jou er niet bij hebben. Dat was het een beetje, ja. Ja. Maar hoe kwam dat dan? Ik weet niet hoe het kwam. Ik was beklant echt bij bijvoorbeeld een hele grote boekwinkel op het Spui in Amsterdam. En die legden mijn boeken daar niet neer. Ja, we willen geen kinderboeken in de winkel, zei ze. En daar lag dus wel Winnie de Pooh, hè, bijvoorbeeld. En Alice in Wonderland lag er. En Pinocchio. Ik zei, wat zijn dat voor boeken? Zijn die daar voor 80-jarigen geschreven? Of zo, weet je wel. Dus op de een of andere manier, mijn liefde voor Amsterdam is niet zo vreselijk wederzijds geweest. Ja. Nee. Maar dan heb ik het niet over gewoon Amsterdam over de Reestraat. Nee. En de gewone mensen in Amsterdam. Gewone mensen zijn overal hetzelfde. En maar, overal maar wel op de universiteit. Nou ja, die universiteit was ik ook een buitenbeentje, hoe graag ik er ook bij wou horen. Hè. Ik heb laatst nog een filmpje van mezelf gezien uit de jaren 60 en daar sprak ik toch redelijk goed. Nederlands ook nog, veel beter dan nu. Maar het is toch niet helemaal gelukt kennelijk op de een of andere manier. Ze dachten ook altijd dat ik een grap maakte
als ik het ernstige was. Daar heb ik natuurlijk mijn cabaretliedjes ook een beetje aan te danken. Hè? Die zijn geheel tegen wil en dank ontstaan. Ja, het was een beetje zo. De mensen moesten altijd lachen om dingen die ik ernstig bedoeld had. Toen dacht ik, nou, dan ga ik van de nood maar een deugd maken. Nou ben je teruggegaan naar een stad die je zelf ooit een lelijke fabriekstad met hoge pijpen van schoorstenen. Ja. En sterker nog, je woont weer in de straat waar je geboren bent. Ja, in iets ander stukje van die straat, maar precies dezelfde straat. Wat zoek je daar? Dat weet ik niet. Het is op de een of andere manier is daar iets achtergebleven dat ik daar ook terug heb gevonden. Maar het is niet eens een geur, want ik rook nogal veel, dus voor geuren ben ik niet eens meer zo gevoelig. Maar het is een atmosfeer waar ik denk, ja, dat is de atmosfeer waar ik me het beste thuis voel. En wat ik altijd gezocht heb, ook in Amsterdam, ook in de Reestraat, ik noem maar, is die atmosfeer. Ja, maar het gekke is, ik zeg dat nou niet om vervelend te doen. Nee, nee. Maar Enschede, bij de rest van Nederland, daar denk je niet zo gauw het woord heimwee bij. Jawel. Kijk, het een van de dingen al is natuurlijk dat je in Enschede, wat ik in Amsterdam altijd gemist heb, dat is dat je, in Amsterdam kun je niet zomaar in de stilte zijn, op de boer zijn. Hè? En dat kan daar wel. Als ik 10 minuten op de fiets zit, dan ben ik in een landschap waar geen auto meer kan komen. Dat is al één ding. En verder is Enschede natuurlijk een veel levendiger stad geworden, waar veel meer belangstelling is voor cultuur dan toen het nog een textielstad was. Want toen was het echt een dode stad. En toen na het bombardement en na het failliet van het textiel, ja, toen werd het natuurlijk een één groot stuk kaalslag. En daar zijn ze aardig boven uitgekomen, vind ik. Zodat het nu echt levensvatbaar is. Komt ook door de burgemeester, trouwens. Die heeft een hoop aan gedaan. Ik ga je vragen of je uit je nieuw bundeltje, de Javastraat, hè, waar je woont, waarbij elke huisnummer een gedicht is geschreven. Ja. Javastraat 3 zou willen voorlezen. Ja. Daar woonde Henkie. Henkie, de drollenvanger die hij droeg, was voor 2 Henkies meer dan groot genoeg. Daar onder kousen, bruin en geel geblokt. Graag had hij vrouwen in zijn huis gelokt. Die durfden niet meer langs zijn deur te gaan, waarop ook hij aan de overkant ging staan, in een portiek en al wat rokken droeg, een onvergetelijke schrik aanjoeg. Want wie onmachtig is tot tederheid, die moet in plagerij zijn lusten kwijt. Dat klein in groter kan, stond voor hem vast. Niet dat iets groots niet in iets kleiners past. Reken daarbij dat hij nog heel goed wist hoe men zijn vader wegdroeg in een kist. En je begrijpt waarom hij nu en dan zijn toevlucht nam tot de sigarenman. En in het etalagemateriaal de kistjes openmaakte, allemaal. Of ergens niet zijn lieve vader lag en blij zou wezen dat hij Henkie zag. Henkie. Ja. Heb je er op die paar jaar Amsterdam en nog een paar jaar Zeist na je hele leven gewoond, Willem? Ook in de oorlog? Ik heb daar, ik heb lang in Amsterdam ook gewoond. Natuurlijk, in de oorlog was ik ziek en bang van de bommen, weet ik veel. Maar ik was toen echt doodziek. En toen ben ik, zoals meer kinderen die of moesten onderduiken of ondervoed of ziek waren, naar Rotmarsum gegaan. En het gekke is dat Rotmarsum voor mij nog altijd een grote vredige iets is. Daar speelde ik met een Joods jongetje op de Kuiperberg. Tenminste aan het eind van de oorlog. Met een Joods jongetje? Ja, en David heette die, een jongetje uit Rotterdam. En toen dacht ik, dat kan toch helemaal niet? Hoe zit het nou in elkaar? Dus toen ben ik pas achteraf eigenlijk gaan uitzoeken hoe dat zat. Nou, wat was nou het geval? De ortscommandant van Rotmarsum, die heeft tegen de burgemeester van Rotmarsum gezegd, de heer Schimmelpenning van der Ooyen, heeft hij gezegd, joh, het is hier altijd rustig geweest in Rotmarsum, laat het ook maar rustig houden. Dus die ortscommandant die waarschuwde altijd als er een razzia was of als er bijvoorbeeld paarden gevorderd werden of zo. Dus ze wisten alles één dag van tevoren. En dan zeiden ze wel tegen David, morgen moet je binnenblijven. Zo ging dat. Toen de Canadezen kwamen voor de bevrijding, toen zijn ze dan ook getrokken van Oldenzaal naar Denenkamp. En hebben Oldenzaal, Oudmarsum links laten liggen. Dat was al bevrijd. Want die Canadezen hadden dus de informatie dat er helemaal geen oorlog was. Er waren geen jaren meer in Oudmarsum. Maar ja, in Oudmarsum hadden ze het hele dorp versierd. Dus die zei, ja, dan vinden wij geen werk. Ach, God. Ja. Dus die zijn naar Denenkamp gegaan. Dus zijn die Canadezen toch zo aardig geweest om met 2 grote tanks nog even om de katholieke kerk te rijden. Ja. Zodat ze ook officieel... Toen waren ze ook echt bevrijd. Ja. Oh, prachtig. Hey, vertel mij eens wat over de Twentse
mentaliteit. Ik zou graag willen weten of jij ze als vechtersbazen, of je ze een vechtersmentaliteit doet. Want weet je wat mij, we hebben het nou over, je zit hier onder andere omdat je Orpheus in de Onderwereld hebt vertaald. Voor Forum, die staan op het punt te worden opgeheven. En ik heb gek genoeg, ik hoor ze wel protesteren, maar ik hoor die Limburgers veel harder piepen dan die mensen in Enschede. Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet niet of je beelden hebt gezien van Ajax Twente. Ik bedoel, dat was daar 7-0. Ik bedoel, ik durf alleen maar in vermomming nog door Amsterdam te lopen naar die wedstrijd. En, maar dan zie je ook gewoon, als het 2-0 is, dan zie je ze gewoon zo, ja, van god, ja, het moet zo wezen. We zijn al sinds de middeleeuwen de pineut. En dat zal nu ook wel weer zo zijn. Het is echt waar, die Limburgers zijn er veel feller tegen aangegaan. Ook de plaatselijke pers daar. En het is zo zonde, want het is zo belangrijk voor zo'n Enschede. Hè, met die in de oorlog gebombardeerd, toen die textiel die kapot ging. En nou komt die stad ineens volkomen tot leven. Is heel gezellig en leuk. Ja, als je daar de artiesten nou uit weg transporteert, dan doe je een verschrikkelijke inbreuk op de stad ook. Nou, dat wilde ik je vragen, want er gaan natuurlijk veel meer mensen niet naar Forum. Nee. Inwoners van Enschede dan dat er wel gaan. Dus wat merk je nou, wat is voor jou de waarde van zo'n operagezelschap? Nou, kijk, dat Forum en het orkest, al die mensen zijn betrokken bij alle mogelijke culturele dingen. Die helpen kinderkoren, die hebben een klein Valerius-ensemble waar ze dan mee scholen afgaan en prachtige muziek maakt. Wat er ook aan muziek gebeurt, daar hebben zij dus eigenlijk toch een beetje, daar stellen zij de norm. Dus het is eigenlijk alsof je zou zeggen van nou kijk, laat ze in Amsterdam het hele Vondelpark maar, laat ze daar maar grote flatgebouwen zetten, want dan kom ik toch nooit. Nee, ook voor de mensen die niet in het Vondelpark komen, zou het heel ongezond zijn. Als ze niet wisten dat er een Vondelpark was. Ja, en als het gewoon, als die frisse lucht eruit ging. Als die, en zo is zo'n orkest, heeft een ontzaglijke functie. En ik vind het zo jammer dat het Westen heeft, want we mopperen wel vaak op het Westen, hè. Maar het Westen heeft ons toch behoorlijk uit de malaise gehaald in de jaren dat die textiel failliet was. De hele Enschede is weer opgebloeid. En nou gaan ze dat hele kleine bedragje gaan ze eraf romen. Dat eigenlijk helemaal geen zin. Dat is zonde. Als je er al zoveel in geïnvesteerd hebt. Je hebt die opera voor ze vertaald? Ja. Was dat lastig voor zo'n klassiek gezelschap? Klassiek, ja. Dat is lastig. Want ik heb te maken met mensen uit de amusementsmuziek. Hè? En kijk, zo'n Herman van Veen, als je daar iets voor vertaalt en dat is niet precies op de noten, nou, dan maakt hij er zelf wat van. Als hij zou zingen, ik heb een keer vertaald een liedje, en als hij dat letterlijk zou zingen zoals het er staat, zou hij zingen: omdat ze kraanvogels geworden zijn. Dat is natuurlijk onzin, dus maakt hij even een stop en dan zingt hij: omdat ze kraanvogels geworden zijn. Maar een klassiek koor kun je dat niet vragen, die doen dat niet. Waarom niet? Nou ja, die zingen gewoon wat er staat. Punten uit de afgelopen. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld heb ik wel eens gedacht met van die, laten we zeggen, die solistes dan ook. Ik denk, ja, dan krijg ik misschien ook nog gedonder als ik van een Frans vertaling maak van een I en O, ik noem maar wat, hè. En dan zeggen ze, ja, op een hoge Cis kan ik geen O zingen, alleen een I, zeggen ze dan. Maar dus heb ik maar gedaan dat het, waar in Frans een I stond op hoge noten, heb ik ook een I genomen. Dus ne dit rien à mon mari, dus zeg niks tegen mijn man. Mijn eigen man begrijpt het niet. Dus dan heb je ook een I in het Nederlands. En kan ik nooit gedonder mee krijgen. Ja. Ja. En dan 4 tekstlijnen door elkaar, allemaal met hun eigen rijm. En dan allemaal op die hoge noten, dezelfde klinkers als in het Frans. Hoe lang heb je dat? Nou, niet alles, maar die hoge noten en al die dingen. Ja, dat is een hoop werk, joh. Dat is echt. Dan ben je met 8 regels soms wel eens 2 dagen aan de gang. Maar ik hou daar erg van. Ik vind dat een leuk soort puzzelen. Puzzelen? Ja. Hey, Orpheus in de onderwereld, hè? Op een zeker moment, ik kan het eigenlijk wel verklappen, hè? Ze zaten niet voor niks zo hard te lachen. Ze zijn niet compleet, het operakoor van Forum, maar er zit toch wel het grootste gedeelte hier op de tribune. Jij stuurt ze de hel in, op een zeker moment. Bedroefd zijn ze dan nog niet, geloof ik, hè? Nee, want kijk, het gaat erom, Orpheus moet zijn geliefde, wat is eigenlijk helemaal zijn geliefde, die is een heel ingewikkeld verhaal, uit de hel terughalen. Maar zij komen dus uit de hemel. En die hemel is dan wel heel zalig en leuk, maar daar vervelen ze zich eigenlijk een ongeluk. Dus ze zijn eigenlijk ontzettend blij dat ze die hel ingaan, hè? En die hel die stellen zij zich zo voor, een beetje als de Amsterdamse walletjes en zo, hè? En dat vinden ze dus een stuk leuker dan die witte jurken in de hemel. Dus eigenlijk is de stemming niet bedroefd als ze de hel ingaan. En dan klinkt dat zo.
Dankjewel. Ik wil hem bedanken. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week zaterdagavond. Dan zijn we er weer hier in Doos aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Goedenavond.